Veronica's Popjournaal. Woensdag 3 januari, Nederland 2. De populariteit van Herman Brood en zijn Wild Romans blijft stijgen. Zo werd de groep vorige week door de luisteraars van Avondspits, het NOS-programma van Frits Spits, uitgeroepen tot de meest populaire groep van 1978. Veronica maakte afgelopen vrijdag een televisiespecial met Brood. Dat gebeurde in de zogenoemde vrouwenafdeling van de penitentiaire inrichting De Singel in Amsterdam. Speciaal voor zijn vrouwen. De avondkamer spiegelt mijn real name is Mr. Earl. De avondkamer spiegelt mijn real name is Mr. Earl. Ik kan de kamer spiegelen, cause I'm chasing after the little girl. My son called me Mo and my son Joe. This man is Speedo, he will never take us. You know, the avondkamer spiegelt mijn real name is Mr. Earl. I'm chicken up on doula. I can't they call me Speedo, cause I don't believe in waste damn time. Gisteren kwam er een nieuwe LP van uit, een live LP getiteld Cha Cha. In de baaiers vertelt Brood er het een en ander over. Als je dus, als ik op het podium in ademnood ben of ik ben mijn tekst kwijt, dan heb je altijd een bepaalde Cha Cha. En ook op straat, de kinderen, Cha Cha roepen ze tegen mij in plaats van brood, ja, bruin brood en wit brood, al die dingen natuurlijk, maar Cha Cha ook veel. Nou, ik denk, nou, dan moet die live op maar gewoon Cha Cha. Dat is echt een soort climax climax, ja. En wel met Bertus Borgers en de meisjes, maar live gewoon als je optreedt niet, hè? Heel, hè? Als je normaal optreedt in de zaal niet, hè? Bertus erbij en de meisjes. Nee, maar ik probeer dus echt fanatiek Bertus erbij te krijgen, maar hij schijnt nog steeds tevreden te zijn. Dus, ach, dus, het zou nonsens zijn om Bertus heeft er zelf niet te gekke band. En, maar goed, het is wel heel leuk als hij hierbij is. Je bent wel blij met je live LP. Nou, kijk, het is een blij natuurlijk. Het is altijd leuk om LP's te maken, maar het is een beetje een tussendoortje, omdat je dus naar die hele spriets, goud, donderslag, et cetera, elke dag optreden. Ongeveer 300. 64 keer per jaar en dan heb je geen tijd om nieuwe nummers te maken en of, als je wel tijd hebt dan gebeurt er wel iets anders. Dan even om, om het volle koers te houden, even een plaatje gewoon.